gelijk bij YouTube erbij hebben. YouTube, welkom terug. Livestream, 4 september. Wij hebben het eventjes over Sun and Moon. En we hadden het over Alola Forum. En dat moet erbij komen. Dus chat, ja sorry, we gaan het nog een keertje even herhalen. Want dit moet ook bij YouTube. Erik, ben je het daar niet mee eens? Ja. Ja. We hadden het namelijk over de Alola Forum. Namelijk van, op zijn minst. Tot, want we hadden het over, wat was de eerste waar we het over hadden? Growlithe. Oh ja, Growlithe, ja, dat wordt puur Water-type. Growlithe wordt puur Water-type. En Onix wordt puur Flying-type. En dan heb je nog een Executor en dan wordt puur Dragon-type. Oh nee, dat hebben ze al gedaan. Sorry. Scrap that. Inderdaad, Meowth wordt vrouwelijk en dan wordt een Dark-type. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen met de anime. Ja, maar hoe willen ze dat dan doen met een vrouwelijke Meowth? Wordt die dan mannelijk en dan een... Ik snap die logica's niet. Nee. Ik vind gewoon... Qua Alola vind ik echt zoiets van... Waarom... er zijn heel veel mensen die het leuk vinden om Vulpix inderdaad als Ice-type te zien. Maar ik heb zoiets van... Je maakt van een vuurtype... Een Ice-type. Wat is het volgende? Ja. Magikarp met Flamethrower? Zou wel grappig zijn. Ik moet zeggen, Raichu vind ik de enige die inderdaad een beetje leuk is, Fairy Tail. Dat met... Nou, Marowak moet ik eigenlijk zeggen, vind ik ook wel leuk. Een Ghost Fire type. Ja, als reference naar The Death of Cubone's Maw. Ja. En ik denk inderdaad dat die Raichu een reference is naar Puka. De Pikachu van die server. Ja. Maar dan kom ik nou er even op terug. Ik vind de Z-moves wel interessant. Nou, daar ben ik eigenlijk blij om tot de Z-moves zijn gekomen. Ja. En de reden is hier... De reden is... Mega Evolutie. Ik vond er al vanaf het begin niks aan. En het breekt het gewoon omdat... Waarom Mega Evolve? Ik bedoel, het zijn maar een paar Pokémon die het kunnen. Ja. En die Z-move, dat kent elke Pokémon. Yep. Oh boy, Avalanche. Nou, Body Slam, dat deed niet zoveel schade, maar... Oké, die door... Kom op, deze moet raken! Goed zo! Dratini Line wordt Fire Fairy. Dus ik ga van een draak gaan ze ook een tegenovergestelde maken. Wauw. Als dat zo is, echt serieus, waarom zou je alles omdraaien? Er zit gewoon geen logica's meer in. Nee. En ik ren niet weg, ik heb geen zin om je telefoonnummer op te slaan. Hey, geef me je nummer. Nee. Wat is het met die heen? Oké, sorry. Jinx kijkt zo van... Oh, zeep. Dat is creepy. En waarom komt Greninja terug in Sun and Moon? Nog niet confirmed, maar toch waarom? Als het niet confirmed is, dan is het niet zeker. Maar als het zo zijn, zou dat inderdaad dom zijn. Want dan zou ik eigenlijk gewoon... Wanneer komt Pidgeotto terug? Of sorry, Pidgeot. Of Butterfree. Of Primeape. Wanneer komen die terug? Of zijn we allemaal die Pokémon gewoon vergeten? Ik denk het. En Bolt die poont trouwens op het moment. Robin, waarom? Omdat dit zijn, dit zijn leuke pagina, of tenminste een leuke, soort van... Ja, maar weer... ik vind het niet echt fijn. Oh. Er staat duidelijk geen links in, tenzij dat er iemand vraagt voor. Er is niks overlegd over links. Praten we later wel over. Maar goed, om dus terug te komen, Sun and Moon, ja, ik ben nieuwsgierig wat ze van plan zijn met die gyms. Ik kan niet wachten om een nieuw avontuur te gaan starten met mijn evoluties. Maar wat ze van plan zijn met al die Pokémon, ik maak me er toch elke keer zorgen over. Want ze willen te veel Pokémon elke keer veranderen, terwijl dat Pokémon was al goed. Vanaf Generation 3 was het eigenlijk al goed, toen hadden ze geen nieuwe Pokémon meer nodig. Daar hadden ze al genoeg mee om te clearen. Waar ik bijvoorbeeld op zat te hopen, waarom geen vijfde move? Ja.
Dat is één aanpassing die zoveel verschillende tactieken kan geven. Gewoon een vijfde move. Of nog iets. Waarom geen Poison type Eevee? Dat zou een nieuwe evolutie zijn. Ik heb het nou gewoon over game-wise. Ja, maar dat is... Ja, oké. Okay. Wacht, deze heeft twee Chimchars? Deze heeft twee Chimchars? Dit is een randomizer. Je kunt niet twee dezelfde Pokémon hebben. Maar Chimchar is een leuke Pokémon. Again! Dat is... heel zeldzaam. De kans tot dat gebeurt is 1... Dat is nog... Mom! Oh. Nou, dat is 1 op hoeveel Pokémon er in het spel zit. Oké, okay, dat is... De kans is net zo groot als 3 Shinies achter elkaar vinden. Nee. Nee, kleiner. Oké, okay, 2 Shinies. De kans is precies 1 op de hoeveelheid Pokémon die in het spel zitten. En dat is 1 op 400. Nee, 1 op. Ja, maar tot ze dan alle 2 dat dat 1 Pokémon is, hè? Dus dat wil zeggen dat je dan 2 keer Pokémon. Maar de eerste Pokémon is sowieso 1 random Pokémon. De tweede is dus, als die hetzelfde zou zijn, 1 op de hoeveelheid Pokémon die er is. Keer 2. Want het moet dezelfde Pokémon zijn. Nee. Ja. Want Pokémon 1 moet bijvoorbeeld van 1 op de 400. Moet Pokémon 1 moet nummertje 92 zijn. Maar dan moet nummertje 2 moet dan ook precies 92 zijn. Als Pokémon 2... als Pokémon 1 een rijtje is, bijvoorbeeld. Gewoon een random naam op nummer. Ja. Dan is Pokémon 2, als die een rijtje is... Is dat hetzelfde Pokémon. Dus hoeft alleen maar Pokémon 2 dezelfde Pokémon te zijn als de eerste. En de eerste mag alles zijn... Zolang de tweede maar dezelfde is. Dus alleen de tweede moet je die kansberekening op uitvoeren. Dan nog, het is in ieder geval heel erg raar. Ik denk dat het inderdaad bijna zo groot is als een Shiny. Maar goed, we hebben Poliwhirl. We komen wel veel water-Pokémon tegen. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om, want dat is alleen maar goed voor onze Bolt. En Akushu, Mausu. Het is jammer dat je er zo over denkt. Dat mag je vinden, maar ja. Altijd logica's. Precies. Bolt die boont trouwens wel extreem hard op het moment. Nou, dat is toch mooi, ik krijg die XP. Zeker. Met te veel logica's voor mij op de late avond. Wat een friend. Nee, ik wil jouw telefoonnummer niet. Nee, ik ben niet nerveus. Nou ja, ik ben wel nerveus van iedereen die mijn telefoonnummer wil hebben. Wat doen ze ermee? Ja, inderdaad. Stel je voor, ja, hè, je bent Pokémon Go aan het spelen. En iemand die komt naar jou toe en die zegt tegen jou van... Hé, je bent Pokémon Go aan het spelen. Mag ik jouw Pokémon eventjes zien? En jij laat Pokémon zien. En dan, hé, dat is een awesome Pokémon. Mag ik je telefoonnummer? Nee. Kom op. Geef me je telefoonnummer. Laten we bellen. Dat is leuk. Toch? 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 Wie moet je bedanken voor het idee dat je je Pokémon moet trainen? Jou nou niet! Ik was al van plan om mijn Pokémon te trainen met random battles, maar niet met random encounters. Creepy Stevie! Ja. Hij kijkt wel steeds. Mirror Shot. Doet dat niet alleen maar echte damage als ik echt aanval of zo? Maar het was niet very effective. Dat is toch alleen met een special aanval? Ik zou het niet weten. Ik doe nou Fire Fang. En dan moet je liever niet gaan schelden alsjeblieft. Hij scheldt niet. Verdomme, dat is het toch... Je moet het niet verhalen in met audiotekst, Robin. Oh. Verpiepen. Oh, glitch! Alweer. Vergeet niet, hè? Lugia was eigenlijk Mewia. Oké, okay, jij wou ook nog een battle, dat weet ik zeker. Dag, Mr. Tuyu! Doei! Maar welke nieuwe evolutie type zou je willen? Ja, Poison...
Het liefst zou ik die niet willen, maar het lijkt me het meest logische. Maar wat ik echt zou willen... Ja. Oh, Mirror Shot is een Steel-type move in generatie 5 is die gekomen. Mirror Shot doet damage en heeft een 30% kans om de targets, of tenminste, als je hem raakt, voor 30% minder accuracy. Voor 30% dat hij dan minder accuracy krijgt. Oké. Nee, maar echt als ik een evolutie... Ik heb het vaak wel eens gehoord van anderen, maar gewoon echt tot er inderdaad een normal type evolutie komt. Dat lijkt me eigenlijk best wel gaaf. Nee, dit is niet de tweede run. Dit is nog steeds de eerste run. En oh, daar hebben we Whiscash. Een andere. Deze is niet zo sterk als die van Mumei. Hmm. Nou, het grappige is, in Eevee zie ik niet echt een steel type. Ook niet als rock op ground. Nee, totaal niet. Ja, of een vliegtype, tot hij kan vliegen met zijn oren. Dat zie ik ook nog niet gebeuren hoor. Tot hij een beetje een look zou krijgen, tot hij zo'n vacht krijgt van een beetje wat Altaria heeft. Ja. Maar dan meer als een vacht zoals Eevee's hebben. Abomas, het is een ijs-Pokémon. Nou, tot hij dan kan vliegen met zijn oren. Dat zou eventueel ook nog wel kunnen. Wat denk jij nu mee? Ja, dan. Nou, en welke types heb je dan eigenlijk nog meer? Want ja, ja je hebt dan nog een bug type, maar dat zie ik in Eevee ook niet, want Eevee is gewoon geen insect, klaar. Ja, dat was wel zo'n beetje. Maar je hebt 18 types. 18? Ja. Oh ja. Normal type, dat is sowieso Eevee. Je hebt 9 types op dit moment met Eevees. Dus dat is de helft. Nou, Rock, Ground, Steel, dat zijn de 3. Flying is 4, Poison is 5. Ghost vind ik echt een no-go. Dragon. Ja, dat is 6. Dat zou eventueel wel kunnen. Rotom, dat is toch dat stroombeest? Ja. Die kan een wasmachine worden of een... Een ijskast! En ja. In Sun and Moon is het een Pokédex. Ja. Ja, daar hadden we het inderdaad ook over dat het daar een Pokédex zou worden. Dat snap ik nog steeds niet, de logica erachter. En... Roger, ik denk dat bij mijn favoriete Legendary Pokémon... Tot dat echt wel een... tot dat Mew blijft. Ik ben geen fan van Legendary Pokémon... Maar als ik er eentje zou moeten kiezen, dat het toch echt Mew blijft. Omdat ik heb daar, ik weet niet hoe vaak mijn game voor gereset om proberen Mew te krijgen in Generation 1. Ja, die van mij blijft ho. Oh, hij gebruikt dubbelteam. Oké, Livion, focus gewoon en gooi je... Gebruik mesblad door de hele kamer of battle arena wat we daar gebruiken. Maakt niet uit. Het werkt in de anime, dus dan zou het hier ook moeten werken. Oh ja, kijk, het werkt. Fighting type Eevee zou ook eventueel wel kunnen, maar... Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nou, het zou kunnen. Krijgen we nou een double battle? Double battles zijn leuk. Game Freak doet de gekste dingen, dus we weten het nooit. Para. Ja. Check. En dan komt de andere aan en die zal wel zeggen F you. Oh nee. Ik weet niet wat er is met dat gefufufufufufufu. Oh, een dubbele bouw. Oh, ze hebben... Oeh, hij heeft een Flareon! Hij is zo fluffy. Het enige nadeel is ik heb Livion naar buiten. Doe jij maar eventjes, want de defense van een Flareon die is niet zo hoog. Of de special defense. Dus jij doet gewoon eventjes een Shockwave op Flareon en jij doet gewoon eventjes een Razor Leaf op allebei.
Bolt, blijf leven, goed zo. Super Bolt. De reden waarom dat ik dat op Flareon doe, is gewoon Flareon, die is gevaarlijk voor Leafeon. En Floatzel is neer door een critical hit. Oké, Flareon, wat ga jij doen? Een vuuraanval niet op Leafeon, hoop ik. Een Ember. Wauw. Oké, nou weet ik dat Leafeon niet echt een speciale defense, dat hij niet echt hoog is, maar... Jij bent geen fysieke aan... Of jij bent geen special attacker. En wacht eventjes. Die ene heeft 3 Pokémon en jij hebt er maar 1? Wat ik buiten YouTube en Twitch doe als werk, hou ik inderdaad liever privé. Reden is, heb ik ook met mijn werk afgesproken. Dus niet dat je denkt van, ah, leem. Nee, dat is echt afgesproken. Ja, Fairy Tail, dat zijn ook gewoon neppe soorten, hè, dus ja. Wauw, een Spinarak. Ik ben nou zo geïntimideerd. Ik ben nou zo bang. Wat moet ik doen tegen een spin? Kan iemand even een krant pakken van vandaag? Tegen een spin is heel makkelijk. Men zegt dan altijd, kill it with fire! Dus kill it with fire. Ja, maar ik heb geen zin om nou firepower erin te gooien. Ik bedoel, ik heb Bolt en Leafeon. Moet je kijken hoe cute dat ze naast elkaar staan. Ja, oké. Okay. En een Ralts. Ze zeggen ook, kill fire with fire. Ik wist niet dat Wally hier was. Mag je nu een Pokémon evalueren? Ik heb het over Wally van de Pokémon Game Boy game, niet van de trading card game. Oh. Wally begint namelijk met een... Nos. Ja. Hi, hi, hi. Ik wil met jou battelen, waarom? Dat dan mijn Jolteon heel erg groot en sterk gaat worden. En tot er weer een andere gym aan zit te komen. Namelijk Koga. Of ja, nee, de vrouwelijke versie van Koga. Hoe heette die Snorlok alweer? Blauw idee. In ieder geval, Kledel. Dat is niet handig om Bolt tegen te gebruiken. Aangezien dat namelijk een Ghost Ground-type is, geloof ik. Ja. Hoe kan een Ghost eigenlijk een Ground-type zijn? Ja, maar ik bedoel... Dat is ook met die zandkasteel. Ja, maar dat is een spook die een zandkasteel heeft behekst. Ik bedoel, Kledel vliegt in de lucht. Dus hoe kan iets wat in de lucht vliegt een Ground-type... Pokémon Logic. En hij gebruikt trouwens Hyper Beam en deed bijna helemaal geen schade naar Aquarion. Haha. Maar ja, vergeet niet, al onze Pokémon zijn bijna level 50 op Old Buddy. Nee. No way! Yes way! Jou hadden we al bevochten, toch? Yep. Oké, nou dan kunnen we dus verder naar beneden en... We hebben een bike team! Yay! La di da di da di da di da. Oh, maar dat is wel heel erg overpowered. Wat? Ground Psychic type. Met Levitate. Nou, op zich valt het wel reuze mee, dus. Nou ja. We hebben nog een battle hier te gaan. Hopelijk kunnen we Bolt nog een leveltje geven voordat we dadelijk naar de Poison Gym gaan. En dan zou het handig zijn als we inderdaad een Espeon zouden hebben. Maar ja, die hebben we niet. Dus we moeten het maar doen met de evolutie die we hebben. En die zijn nog hartstikke sterk. Beldum, dat is een staaltype. Daar ben ik niet bang voor. Shockwave. Ik vind het altijd zo grappig dat heel veel mensen denken dat ze staaltype resistant zijn tegen elektriciteit. Al ben ik nog steeds van mening dat het eigenlijk super effectief zou moeten zijn, omdat ze helemaal het geleiden door hun hele pokerlichaam. Ja. Ja. Ik vind dat staaltypes eigenlijk ook gewoon very effective hadden moeten zijn als jij een stroomaanval gebruikt tegen een staaltype dat het very effective was. Ik dacht dat zelfs letterlijk altijd. Bleek niet zo te zijn.
Ik bedoel, het is toch ook zo met water-Pokémon? Water-Pokémon zijn vanwege die reden en oh boy, Kingdra. Oeh. Dat is water-Dragon, geloof ik. Ja. Ja, dan maar Frostwater. Ik weet dat dat normale damage doet. Maar ik heb dan toch nog same-type attack bonus. En ja, stroom zal ook... Volgens mij heeft Kingdra helemaal geen weakness. Ja, Fairy-type nu, maar... In dit spel volgens mij geen heen. Oh. Ja, van Takedown, dat wisten we wel. Nee, maar Kingdra, volgens mij heeft hij helemaal geen zwaktes in Heart Gold Soul Silver. Oef, dat was ook wel de sterkste Pokémon van Claire. Ja. Dus ik denk dat je gelijk hebt, ja. Kingdra is Water Dragon type, alleen zwak tegen Dragon. Ja, tegen andere Dragon aanvallen. Maar ja, die hebben we niet. Ledian, burn it with fire! Ja, doe maar Fire Fang. Oké, okay, op het moment dat je Pokémon al sneller is en je dan Agility gebruikt, dan ben je niet slim bezig. En Ledian. Ledian is ook een van de meest waardeloze Pokémon als je het mij vraagt in mijn mening. Iemand vraagt om jouw mening! Ik gaf hem toch. Aha. Ja. Jongens, ik moet er helaas vandoor. Oké. Okay. Oh. Ik wens je nog een fijne avond met de stream. Dankjewel. En ik spreek Stefan morgen wel. Oké. Okay. Doei. 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 Kunnen we lekker over je roddelen? Yes, eindelijk. Eindelijk kunnen we weer roddelen. Nee, Robin is een goede gast. Nou, ga je gang hoor. Oh. Jij zou weggaan. Ja. Nou denk je dat ik hartstikke positief over je ga roddelen. Doe ik ook altijd. Ja, nee, jawel, nee, misschien. Oké, nou, ik doe eerst even mijn Pokémon healen en wat we nou al gedaan hebben. En dan gaan we natuurlijk in een nieuw grasveldje kijken om te kijken of we daar misschien Eevee, Espeon of misschien zelfs Umbreon tegen kunnen komen. Of Magikarp. En ik vind het wel leuk hoe dat als jij loopt tot, Jolteon gewoon echt knipoogt. Oh ja, en we hebben hier ook nog trainer battles. Maar het was positief roddelen, Spica. Ja. Oeh, level 48. Thunder! Doei! Hartstikke gezellig. Dus. Oké, een Happiny. Wat is Happiny ook alweer? Was dat niet degene die een Adeno wordt? Oeh. Of was Happiny nou degene die een Chansey wordt? Nee, dat zo. Wel. Die wordt Chansey. Al moet ik zeggen, tot Adeno, dat vond ik altijd zo jammer. Tot in één keer Chansey in één keer was verplaatst met Adeno. Tot ze weet zo zeggen van, ja. We moeten Chansey vervangen, want Chansey die moeten we nu vervangen, want we hebben Chansey genoeg gezien. Welke Pokémon gooien we erin? I don't know. Ja, goede keus. Ik voel me hier echt een politieagent. Op Jaxel! Ja, de babyvorm van Chansey. Ja, Chat zegt het ook al. Bolt is trouwens ondertussen level 42, jongens. Die is zo hard gegroeid. Vergeet niet, die hebben we gevangen in Palutown op level 2. En die is nu al level 42. Wat, Spica, wil je ons in de cel gooien? Maar wie doet dan livestreamen? Ja. Eigenlijk zou ik dat nou gewoon moeten doen. Gewoon zeggen van oké, ik gooi mezelf wel even in de cel. En dan gewoon dat je zo'n lege kamer, zo'n camera ziet met niemand ervoor. En dat het spel gewoon stilstaat. En de hele tijd hetzelfde muziekje over en over hoort. En...
Ik doe nooit gemeen tegen Robin. We willen overnemen. Ja, maar ik neem mijn Eevees natuurlijk wel met mij mee, hè? Dus ik weet niet welke Pokémon jullie hebben. Oh, Team Rocket. Ik heb een hele goede deal voor jullie. James die kocht ook altijd Magikarps bij me. Willen jullie ook Magikarps kopen? Ja, ik heb nu een Magikarp. Waarom ook niet? Slechts 10 cent. En er is een speciale aanbieding. Slechts 2 voor de prijs van 3. Of een heel team. Voor zelfs een euro. Nou, dan vind ik die van 2 voor de prijs van 3 vind ik dan beter. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar Robin doet ook altijd gemeen tegen mij en zo doen we elkaar een beetje altijd plagen. Niet pesten. Hier, kijk, maar choke. Gebraden Magikarp. Maar dat kan niet. Ongelooflijk, jongens! Eentje die! Wauw! Wauw! Serieus? Ja! Ik zit nog even de chat te lezen. En ik zie de stream nog even. En ik zie die f***ing Umbreon. Oh, sorry, taalgebruik. Taalgebruik! Mijn fout. Ik zat echt zo de chat te lezen en in één keer poef! Ja. Jongens, we hebben een full team of Eeveelities! Oké, ik moet hem nog eerst vangen, maar dit is de 6e. Dit is mijn meest favoriete Eeveelities ooit. Dit betekent maar 1 ding. Echt, iedereen die gaat nou echt zo cringe op het moment. Masterball, go! Inderdaad. Ja. Dit is Masterball waardig. Ik blijf de nickname nog eventjes, maar dan moet ik echt gaan. Sorry, jongens. Jongens, we hebben een Umbreon! Spika, kom op. Dan klikt hij hem opeens. Dan killt hij hem opeens. Nog niet misschien! Oké, nou, we gaan voor nicknames! We knippen heel even vooruit, YouTube. Party Gaming Pro, je wint. Eeveelutie het in is. Gefeliciteerd. Maar jongens, ik moet nu echt vandoor. Hey, fijn hey, tot ziens. En Dutch Killer ook wel. Ja, iedereen bedankt eigenlijk. Zit hier rustig te tekenen. Hoor ik Stevie schreeuwen. Schrik me een hoedje. Plus hartverzakking. Yay! even kijken. Want dan moet ik dus... Nee, wel lowercase nu. Eeveelutie. Nou, is dat niet eigenlijk... Ja, trouwens met dubbel E past er wel. Nou, eigenlijk is het dan Steveelutie. Ja, gewoon Steveelutie doen we gewoon zo. Zoals hij het heeft geschreven. Zo. En dan past het ook perfect. Steveelutie. Natuurlijk past het perfect. Nee, niks. Die evolutie gaat gelijk in onze party, want we hebben nou op dit moment geen HM Slave nodig. We hebben gewoon een heel compleet team. En wij wouden Umbreon. Ik bedoel, ik heb mijn Umbreon shirt aan. We hebben Umbreon hiernaast ontstaan. Wij wouden voor Umbreon gaan. En ja hoor. Ik bedoel, dat had ook Eevee nog gewoon kunnen zijn. Al moet ik nou wel zeggen dat ik medelijden heb met Eevee als we die tegenkomen. Omdat we zullen hem natuurlijk wel vangen. Maar we kunnen hem niet meer vangen in de Master Ball. Plus, we zullen hem niet in ons team gebruiken omdat we al 6 evoluties hebben.
Ja, Magikarp is nog steeds ons goal die we nog steeds moeten vinden. Maar ons main goal, dat is namelijk om de game te completen met zoveel mogelijk evoluties. En dus een heel team van evoluties. En op het moment hebben wij een heel team van evoluties. Welke aanvallen kent hij eigenlijk? Oh, hij heeft nog eens een keer een item vast. Hij heeft TM58 vast. Oh ja, dat klopt, ja. Want Pokémon konden willekeurige items vasthouden als je ze ving. Mewia, die heeft trouwens een Pokéball bij. Vraag me niet waarom. Nou, Doug, ik hoef niet gebeld te worden door jou, serieus. Ik heb een Umbreon gevangen. Eerst eens even kijken welke item dat de TM58 ook weer was. Ja, dat vraag ik me wel af, ja. Daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. En dan kunnen we ook even gelijk kijken of we hem even een aanval kunnen leren. Want de defensive style, de echte PvP die ik heb met Umbreon, die kan ik helaas hier niet echt goed in gebruiken. Nee, maar dat is ook tegen de computer niet echt een stijl die leuk is. Dat is meer tegen spelers. Ja, dat ook inderdaad. Maar ja, het grote is ook... Oh, dat is Anger. Ik weet dat Shadow Ball kan ook heel erg handig zijn voor een Umbreon. Ja. Ik bedoel, hij is handig om tegen psychische Pokémon in te zetten, hè? Dus... Yep. Ik ga Shadow Ball geven aan Steevolutie. En ik heb ook al Pursuit, dus dat is ook al handig. Helping Hand, daar hebben we niks aan. Espeon is eigenlijk ook een hele goede evolutie. Vergeet niet, de enige evolutie die er nou nog niet op het moment in zit, dat is Sylveon. Dus inderdaad, de enige evolutie die we nog niet hebben op het moment, is inderdaad Espeon. Maar we hebben Eevee ook nog niet gevonden. Dus, maar dat zijn echt bonusstukjes. Ik bedoel, 6 van de 8 gevonden te hebben, dat is best wel een achievement. En Magikarp, we hebben Gyarados gevonden. Dus, op zich zitten we goed in onze progress van. Enigste nadeel is, de experience share, die gaat nu van Bolt af en die gaat nu naar Steevolutie. Yep. Al is die evolutie gelukkig wel al level 27. Dan ga ik eens heel even kijken. Want... Nou ja, we hebben 2 experience shares. Maar ja, dat gaat dan wel... Dat gaat levelen veel te langzaam. Toxic Plague. Hier hebben we de experience share. Ik denk dat ik Frostwater ook echt eventjes de Ice Plate ga geven. Shadow Ball is special attack, ja dat klopt. Maar Umbreon is niet echt een fysieke slash special attacker. Dit is meer een defensive wall. En het nadeel is, we hebben helaas nog niet de TM Toxic. Dat is namelijk een random item die je vindt en die is hier dus gerandomized in iets anders. Damprock, wij hadden de Ice Plate hadden we gevonden. Ja, hier, die geven we gelijk aan Glaceon. Maar dan vraag ik mij af, wat zullen we aan Bolt geven? Hoi Mario Player. Hoi. Even kijken, de Black Belt is niet handig. De Zapplate, natuurlijk. Nou, dan heeft iedereen weer een health item. Dan ben ik toch nog nieuwsgierig, wat zijn de andere Pokémon die we daar tegen gaan komen? Dat wil ik toch nog wel even doen, voordat we die gym ingaan. Misschien zit er zelfs nog een Eevee, wie weet. Alles is mogelijk. Of een Magikarp. Yep, of een Espeon. Dus we gaan nou niet tegen random encounters, die gaan we nou niet tegen aanvechten, dus want we willen namelijk nog naar de gym toe. Maar echt tot Umbreon, ik stond echt zo eerst de chat te lezen dat ik gewoon echt afgeleid was en dat ik me niet eens zag dat het Umbreon was. Ik zag echt een geluidje en ik... Wauw. What are the odds? Nou, 1 op... Ja, 400, 500, hoeveel Pokémon dat er ook zijn in de vierde generatie.
Stevie, wat zijn at the moment je lievelingsgames na Nintendo games? Terraria vind ik heel erg leuk om te doen. Daar is Umbreon weer. Die battle animatie is eigenlijk best wel creepy, tot die echt zo komt zo... Terraria vind ik echt heel erg leuk om te spelen. Wat echt een van mijn lievelingsgames ondertussen is. Nog beter zelfs dan... Nee, ik denk dat we hier echt alleen maar Umbreon's tegenkomen. Kijken welke games speel ik ook buiten Nintendo games best wel vaak nu. Pokémon Trading Card Game. Oh, Torkoal, wat leuk. Judy, plastic is geen voer. Die hebben zoveel speeltjes ondertussen, hè. Ga je nog een keer een farm beginnen voor de Nazar bij Terraria? Daar zijn we nog lang een anime Terraria expert. 1 op 493. Judy! Hey! Je hebt genoeg speelgoed om op te knagen. Ik weet niet, waarschijnlijk is... Moet ik speelgoed met plastic smaken halen of zo? Nou, we doen nog één random encounter en dan gaan we gewoon de gym in. Het is maar wat je lekker vindt, hè? Ja. Nou, ik sta er nog steeds aan te kijken, jongens. Umbreon, wauw. Vorige livestream hadden we Jolteon te pakken gekregen toen we Jolteon zo graag wouden hebben. En nu hebben we Umbreon gewoon te pakken gekregen. Het werkt gewoon om de Pokémon die we willen hebben naast ons te hebben. Nou, moet ik het dan even nou swappen naar Espeon? Nee. Deze livestream staat namelijk in het punt van Umbreon. Ja. En nu krijgen we de vervelende Invisible Walls. En die kunnen we alleen maar zien door de puntjes... Oh nee, hier heb je geen puntjes. Hier heb je gewoon de muur die je zo ziet. Nog irritanter. Dan had ik toch liever die puntjes gehad. En ik weet nou niet wie hier de echte gymleader is, maar ik wil ook wel random gewoon... Nee, dat ben je niet. Jij bent niet de echte. Nou ja, ondertussen hoe vaak dat we wel niet eigenlijk dezelfde Pokémon tegen zijn gekomen. Bijvoorbeeld Luxray, die ben ik al heel vaak tegengekomen. Ik denk dat ik tegen Luxray Leafeon inzet. Zet dan ook een keer Magikarp als je die wilt vangen, als je die hebt als knuffel. Die heeft Erik als knuffel. Yep. Oh, hij heeft... Daar ben ik minder enthousiast over. Oké, okay, return. Kom op, Leafeon, je kunt het. We hebben vertrouwen in je. Ah. Crunch gaat gelukkig niet veel doen, want we hebben een hoge defense. Kom op, nog een keer. Return. Kom op nou, Leafeon. Dit doet niet veel, want daar zijn we resistant tegen. Geen paralyze. Geen? Tuurlijk wel. Wij worden gepwned door een Luxray. Leroy die zou zeggen, ja, dat is Luxray. Maar ja, ondertussen één keer return en we zitten weer goed. Ga je de komende Pokémon Sun en Moon spelen? Die komt in november pas uit en ik denk dat ik hem in november nog niet eens heb. Dus, ik ga hem wel sowieso spelen, maar ja, het probleem is, ik ken nog steeds niet Let's Play 3DS games. Dus of de Nix moet uitkomen met een... Hoe heet dat manier om 3DS games te spelen op je televisie, zodat ik inderdaad 3DS games dan zo wel kan opnemen. Die 3DS capture card moet gewoon komen. En de eerste Let's Play die dan gaat komen is Omega Ruby of Alpha Sapphire. Nou ja, het zou Alpha Sapphire zijn, want Omega Ruby, daar staat mijn main game op, dus. Leroy zou zeggen, ik hou niet van... Nee, die is... Serieus Mario Player, je loopt achter. Je loopt heel erg achter. Nou, kunnen we niet de andere kant op en gelijk hier even tegen... Nee, mag niet. Flame. Boing, 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 boing. Geef mij dan die puntjes van de oorspronkelijke games. Ik vind die onzichtbare muurtjes, die vind ik zo irritant. Hi, ik wil met jou battelen. Het probleem is, ik weet niet meer welke de oorspronkelijke was. Dus ik ga toch maar 7 voordat ik daar in één keer tegenover de gym sta en tot ik in één keer gruwelijk ga falen. Ook al hebben we nou wel 6 Pokémon die we mogen gebruiken.
Maar ja, Umbreon is nog niet echt vechtklaar op het moment. Zeker niet tegen een gymleider. Floatzel. Level 48 tegen Bolt. Thunder. Ja, Bolt is nog inderdaad niet goed getraind. Want echt serieus, jij wordt sneller te zijn, Bolt. En is het een one-hit KO? Natuurlijk, het is Thunder. Wat verwacht je nou? Ik ben wel benieuwd eigenlijk wat Janine voor Pokémon zal hebben. Oh, je kan Thunderfang leren. Weet je hoe waardeloos dat is? Omdat jij bent geen fysieke aanvaller. Steve Lucci die heeft ook weer wat experience gekregen. Hartstikke mooi. Oh ja, een boy die zich verkleedt als Janine. Wat is daar mis mee? Nou, daar is heel veel mis mee. Sowieso, wees jezelf. Yep. Ik moet gewoon morgen weer naar school, dus doei, slaap lekker. D-Wip, slaap lekker en succes morgen op school. F you, F you, F you. I'm Janine, the gym leader. Wait, I'm not. Katja! Ah. Nou, maar dit is ook sowieso de laatste aflevering die we gaan livestreamen voor de YouTube van vandaag. Dus daarom wil ik het ook inderdaad afsluiten met deze livestream, met deze... Ja, met deze gym. Dus vandaar dat we naar de gym ook aan het doen zijn. En Thunder helaas mist. Steven, ga je misschien als bonus aan het einde van Soul Silver de Pokémon League nog één keer doen met een vol evolutieteam, zodat je in de Hall of Fame staat met een vol evolutieteam? Wil ik wel gaan doen. Het enige nadeel is wel dat we dan Pokémon zullen hebben die over de level 60, 70 volgens mij zaten de tweede ronde. Dus, maar het is een leuk idee om dat als bonus te doen. Dus ik zal het in mijn achterhoofd houden. Oh, mooi, dat gaat wel goed komen. En Steve Lucci is weer een level omhoog. En Noctowl, ja, het nadeel is... we switchen heel eventjes naar Frostwater, want... ja, het nadeel is... Bolt is confused. Plus, die had wat schade opgelopen, dus ja, we doen gewoon Blizzard. Gewoon Blizzard doen. Oh ja, toch Shadow Ball. Dat was ik helemaal vergeten. Pokémon of Terraria? Pokémon. En Terraria. Waarom moet ik kiezen tussen die twee? Ik bedoel, serieus. Ik heb hier overal evolutie staan. En dat is Pokémon toevallig. Maar Pokémon heeft een vele grotere range dan... Terraria op het moment heeft. Ik bedoel, Terraria is een awesome game. Begrijp me niet verkeerd. Maar Pokémon die heeft trading card game. Die heeft dit. Die heeft Pokémon Go. Je hebt de stadium battles. Je hebt Pokémon in Smash Brothers. Je hebt zoveel verschillende games. Je hebt puzzle games. Houd het gewoon niet op. Pokémon of Zelda. Moet daar zo'n gemene. Dan ga ik kijken waar ik de meeste uurtjes in heb getoken. En dat is... Pokémon. Omdat Pokémon heeft geen einde. Yep. Plus heeft multiplayer en multiplayer is awesome. Ik bedoel, Legend of Zelda heeft niet echt een multiplayer. Oké, je hebt Triforce Heroes die je met meerdere spelers kan doen. Maar dat is één spel. Elke Pokémon spel kun je met meerdere spelers doen. Nou, ik ben terug op mijn phone, kon nog even een gaatje prikken. Ik denk al, wat loopt er leeg. Robin is nog heel erg op zijn phone aan het kijken. Hoi Robin! Stiekemert. We hebben bijna geen hyperpotions meer, but I don't care. Wauw, een hyperpotion gebruiken voor mijn 33 HP. Hehe, we hebben de echte gevonden. Oké, jongens, gym leader battle tijd. Nee, mijn naam blijft altijd hetzelfde in verband met de awesome dingen die zijn gemaakt op Zelda Play 20 Plus. Iedereen die kent me als Zelda Play 20. Dus de naam zal altijd Zelda Play 20 blijven. Ik ga met Mumei Pokémon spelen, dan moet ik met Magikarp gaan spelen.
In ieder geval, onze eerste Pokémon waar we tegen moeten, dat is een Tauros, level 47, met aanvallen, takedown. En die is best wel krachtig. Kom op, raken. Goed zo. Vergeet niet, dit is de eerste keer dat we Bolt actief gebruiken in een gym battle. En Tauros was sneller. Dit kan problematisch zijn. Is een Quick Attack genoeg? Oh, jij hebt Withdraw. Rhyhorn! Je hebt een Rhyhorn? Dan ga ik voor Leafeon, want ik denk dat jij voor Earthquake gaat nu. Stonehenge. Ja, die zag ik niet echt aankomen. Nou ja. Mesblad! Ik wil eens zien wat jouw stijl is van vechten. Met mijn evoluties. En mijn evoluties, ja. Nogmaals, ik kan mijn 3DS game niet opnemen. Dus dat is niet mogelijk. Dan zou ik echt wel een potje met Leroy al lang eigenlijk op internet gegooid. En Confuse Ray. Oh, dat is een van Mumee's favoriete aanvallen, toch? Oh, daar hou ik nog van, ja. Quick Attack is wel handig. Ik denk dat het... Nou, ik herinner mij nog jouw... Ach, wie gebruikte dan nou die Confuse Ray? Was dat nou jouw Lantern? Yep. Dat, echt, er ging jouw Vespiquen. Ik weet niet, maar als het een insect is, burn it with fire. Ik weet dat nog heel goed. Dan ging jij altijd paralyzen. Dan ging je ze confusen. Dan ging je met accuracy omlaag gooien. En dan ging je pas aanvallen. Yep. In andere woorden, ervoor zorgen dat je Pokémon echt gewoon in de problemen zit. Voordat hij überhaupt iets kan doen. Gewoon echt een trollwezen. Yep. Oh, trouwens, fun fact. Vespiquen is eigenlijk... Is er geen poison type? Voordat ik iets zeg, want... Geen idee. Normaal gesproken is dit namelijk een poison gym, maar... Ik heb het idee dat het geen poison type is, maar ik weet het niet zeker. Oh, dat ziet er creepy uit. Dat er zoveel bijen in één keer op... Je Pokémon afkomen door Attacking Order. Dat is de eerste keer dat ik die aanval eigenlijk zie. Doe een toernooi met je kijkers. Beetje interactief met de kijkers. Aan de ene kant zou dat wel leuk zijn. Het nadeel is wel, als we een toernooi zouden doen, dan zou ik alle beelden moeten opnemen. En dat is niet echt te doen. Dus dan zou ik dan gewoon een keertje bij Game Rooms gewoon zoiets moeten filmen. Trapinch! Leafeon. Flying Bug type. Ik dacht dat er ook poison in zat. Ik bedoel, serieus. Het is een bij. Net zoals Beedrill, maar ja, anders zou het een Beedrill clone zijn. Razor Leaf! Mesblad! Hey, ik ben hier op, hè. Tot zo! Ja, dan weet ik totdat het een ground type is. En nou komt Tauros terug. Nou ja, we hebben nou best wel een snelle Pokémon. Het enige nadeel is Intimidate, dat doet best wel pijn. Maar Return, dat zou nog genoeg moeten... Oh nee, oh, dat komt Full Restore, tuurlijk. Ja, dat doet nou niet echt veel damage. Dat is een nadeel. Oké, nou doe je mijn attack wel weer omhoog gooien, maar ben ik confused. Oh. Dat ging net ook al niet goed, die confusion. Kom op, Leafeon. Goed zo. Critical? Nee, oeh. Defense gaat omlaag, netjes. Mesblad. Of jij brengt jezelf omlaag, we hebben een hoge defense, dus takedown zou niet zoveel schade moeten doen. En je bent niet meer geconfused, Razor Leaf! Nice! Leafeon is awesome. Nou, ik vind het gym niet echt zo makkelijk, maar... Vergeet niet, we hebben nou ondertussen wel een heel team van evoluties. En Glameow is de laatste aanval, of de laatste Pokémon. En volgens mij was het Psyche's. Of Dark, een van die twee. We hebben alle aanvallen gehad, dus we kunnen de laatste resort gebruiken.
Speak en welterusten en tot de volgende livestream. Leuk dat je er was. En we hebben onze gym badge. Umbreon is bij ons team gekomen in deze livestream. Ik zal hem eventjes gelijk wel gezellig bijpakken. Zo. Ik zal even de camera een beetje wat meer focussen nu. Want nou kunnen we hem gewoon zo vasthouden. Dus ja. En we hebben een glitch. Wauw. Iedereen is weg. We hebben de soul badge van onzichtbare mensen. We zien alleen maar onze schaduwen. En we hebben poison jab die we aan niemand kunnen leren. Want Eevees die kunnen poison jab niet leren. Oh, dat was normal type. Dankjewel Fairy Tail. En ik ga heel eventjes de game resetten in verband met de technische mankementen die we hebben. Dus ik ben zo bij jullie terug. Ja, oké, we zijn weer terug. Gelukkig. Nou, dus we hebben nu alles gehaald. En het enigste nadeel is we moeten helemaal omlopen met die onzichtbare stomme blokken die ze hierin hebben gegooid. Wat ik nog steeds geen liefhebber van ben. Maar we hebben nog maar 2 gyms te doen. En de volgende gym, dat is Blaine. En die is eigenlijk best wel makkelijk, omdat dat is afgebrand en die zit gewoon in een steen huisje. Blue maak ik me eigenlijk best wel zorgen over, want die heeft heel veel sterke Pokémon. Dus... is 1,84 groot voor een 14-jarige? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, we hebben de gym neergehaald. We hebben een Umbreon gevangen in deze aflevering. Daarbij wil ik het ook gaan laten bij deze aflevering. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Umbreon! Laat het weten natuurlijk in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, dan laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je ook een keertje zelf bij zo'n livestream aanwezig zijn? Link staat in de beschrijving. Twitch. En daar kun je dan op follow drukken. En als je notificaties dan hebt staan. En we gaan live, krijg je gelijk een melding tot wij live gaan. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. En natuurlijk ook nog een hele fijne dag gewenst. Tot ziens. Doei. Nou, voice crack op tijd.